welkom bij een nieuwe video. Sanne tagde mij in een tag, de Rip It or Ship It tag. En ik wilde dat natuurlijk graag opnemen, maar ik ben niet zo'n goede lezer dat ik echt alle personages toch weet van alle boeken die ik heb gelezen. Of überhaupt wie mijn lievelingspersonages zijn, of ik die met elkaar kan matchen of juist niet. En waarom of waarom niet. Dus ik dacht, laat ik er een andere editie van maken. Namelijk een editie met mijn eigen personages. Dus niet die in mijn hoofd zitten, maar de personages die in mijn boeken zitten. Dus het is de Rip It or Ship It met eigen personages editie. Ik heb hier twee bakjes. Dit bakje is van de meisjes en deze van de jongens. En ik heb natuurlijk alle namen op papiertjes gezet en die dubbel gevouwen. Ik ga één meisjesnaam trekken en één jongensnaam. En dat doe ik dus een paar keer. Nou, misschien gewoon tot het op is, want zoveel personages zijn het ook weer niet. En dan kijk ik of ik het rip or ship. En rip it betekent volgens mij dus dat het niks zou worden tussen die twee. En ship it dat het wel wat zou worden. Dus dat zou een leuk koppel kunnen zijn. Ik ga de eerste pakken, het eerste meisje. Hey. Dat is Carmen. Zij komt uit Liefdesduivel en uit mijn volgende boek. Want dat is natuurlijk Liefdesduivel herschreven, maar een compleet nieuw verhaal geworden. Dus het is eigenlijk een nieuw boek. Dus eigenlijk hebben ze helemaal niks meer met Liefdesduivel te maken, behalve een paar scènes. Maar ik heb wel de namen hetzelfde gehouden. En dan hebben we er eentje van de jongens. Ha. En dat is Sander. Sander is uit Blindelings. Carmen en Sander. Nou, ik zou eigenlijk iedereen zeggen met Sander nee. Dus dit is een rip it. Ik kan deze twee niet samen laten gaan. Carmen is heel lief. En is op zoek naar haar zusje die vermist is. En ze heeft denk ik wel genoeg aan haar hoofd. Dus ze heeft het niet nodig om een jongen zoals Sander tegen te komen. Die veel leuke praatjes heeft en leuk lijkt te zijn. Maar het ja, eigenlijk niet is. Volgens mij is het geen spoiler alert. Want het staat volgens mij ook in alle recensies. Dus Carmen en Sander wordt een rip it. Dan zou ik ze ook gelijk dramatisch scheuren of zo. Rip it. Zoiets. Oké, pak ik weer een meisje. Marcia. Marcia is een van de beste vriendinnen van Ivy uit Blindelings. En dan heb ik Paul. En Paul is uit Liefdesduivel en dus uit mijn nieuwe boek. Marcia en Paul. Nou, het zou eigenlijk nog wel kunnen. Nou is Paul niet zo heel erg leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat Marcia op hem zou vallen. Omdat zij best wel oppervlakkig is. En nou ja, eigenlijk waarom niet. En Paul zou ook best wel op Marcia kunnen vallen. Ik weet niet of het een droomkoppel is, maar ik geloof niet dat ik überhaupt mannelijke personages in mijn boeken heb die de droomman kunnen zijn, voor wie dan ook. Nou nee, dat denk ik inderdaad niet. Maar ja, ik denk dat Marcia en Paul eigenlijk wel zou kunnen. Ik zie het nog wel een match worden en misschien kan Marcia Paul wel veranderen en misschien kan hij haar ook helpen. En nou ja, dan moet ik dan de boeken dus voor lezen en dit boek kan ik nog niet lezen. Maar ik zeg ship it, dus die blijven samen. En het volgende meisje. Ik kon bijna mijn eigen handschrift niet lezen. Ik las Joy, ik heb helemaal geen Joy in mijn boeken, maar het is dus Ivy. De hoofdpersoon uit Blindelings. Even eentje pakken van de jongens. Ah, en Arthur. Dat vind ik wel een hele leuke. Arthur is een van de hoofdrolspelers van Hij is van mij. Wel grappig dat ik er twee verschillende boeken gelukkig heb. En niet een koppel die echt in een boek bestaat. Ivy is dus een modestudent. En gewoon heel erg lief, maar ook heel erg naïef. Ze is gewoon nog heel erg jong. En ze moet een hele korte tijd ineens volwassen worden. En Arthur is een echte womanizer. Of altijd geweest. Maar hij bewijst wel dat hij kan veranderen. Dus ik denk dat Ivy en Arthur wel een hele goede match zou kunnen zijn. Alhoewel, ja, dat ligt er een beetje aan. Want in Hij is mij... In Hij is mij zit ze natuurlijk achter Zara aan vanwege Arthur. Want iedereen wil Arthur hebben. Dus dan zou Ivy dat meemaken. Dat gun ik Ivy weer niet. En denk, ja, denk niet dat ze dat aan kan. En misschien, nee. Maar Arthur kan veranderen. Dus hij hoeft Ivy maar zo leuk te vinden dat hij voor haar wil veranderen. Ivy wil modeontwerpster worden, doet daar een opleiding voor. Arthur werkt in een modewinkel. Dus ja, ik maak er dan een ship van. Ivy en Arthur mogen mij ook samen blijven.
Dan heb ik er van ieder nog twee over. Kijk, een meisje. Kim, de andere beste vriendin van Ivy uit Blindelings. En hieruit Chris. En Chris is een van de beste vrienden van Carmen in Liefdesbijbel en dus zijn volgende boek. Het is heel lastig om die keer te zeggen en mijn volgende boek, maar nou, dat dus. Kim en Chris. Die kunnen dus echt niet samen. Niet omdat ze niet leuk bij elkaar zouden passen, dat ze elkaar niet leuk zouden vinden. Alhoewel, nee, Chris zou haar niet leuk vinden. Want Chris is namelijk homo, dus hij zou niet op Kim vallen. En Kim, ja, die valt niet op een homo, want die hebt er niks aan. Dus dit is echt een rip-it. Dus die ga ik scheuren. En dan heb ik de laatste over. En dat is natuurlijk Sarah van Hij is van mij. Ik weet trouwens niet of jullie de namen kunnen zien op mijn briefje, maar kijk, het staat er echt. Sarah. Nou, volgens mij zie je het gewoon niet. En Mario uit Blindelings. Ja, nee, daar kan ik ook echt niks van maken. Mario is natuurlijk niet echt de meest betrouwbare jongen. En ja, nee. Ja, het is gewoon nee. Ik bedoel, als je Blindelings hebt gelezen, dan weet je dat Mario gewoon echt foute boel is. En dat kan ik niemand aandoen. En dus ook Sarah niet. En Sarah maakt ook al genoeg mee. Dus nee, ze heeft geen Mario nodig in haar leven. Dus dat is ook echt... Sorry jongens, maar dat is een rip-it. Nou, dat ging eigenlijk wel heel erg snel. Ik heb dus twee ship-its. Dus Ivy en Arthur en Marcia en Paul. En de rest ja, moest ik maar meteen uit elkaar halen, want dat zou niks worden. Dus dit was mijn eigen editie van de Rip-It or Ship-It tag. Met mijn eigen personages editie. Dus... Zoiets. Ja, zoiets is. En ik moet nu ook iemand taggen natuurlijk. En zo gelijk even na te denken over wie ik zou taggen. In ieder geval een booktuber. Ik heb even op mijn YouTube gekeken naar wie ik allemaal volg. Welke booktubers ik heb. Om te bepalen wie ik zou taggen voor de Rip It or Ship It tag. En ik heb besloten om Oh My Book te taggen. En dat zijn vier meiden. Dus jullie mogen zelf uitvechten wie van jullie de tag over gaat nemen. Maar ik tag dus Oh My Book. En ik ga deze video bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En mocht je nou denken van, hey Chinook, die personages die jij geshipped hebt, dat past helemaal niet bij elkaar. Ik weet een veel betere optie. Of waarom rip je die andere, dat andere stel, want die passen wel bij elkaar. Laat het me even weten in de comments hieronder. En ik hoor het graag. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want als jullie mijn boek hebben gelezen, kennen jullie deze personages natuurlijk ook. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Bij 200 abonnees heb ik weer een verlotingsvideo. En dan ga ik namelijk een boekenpakket weggeven. En komt rechtstreeks uit mijn boekenkast, want ik moet ruimte maken. Hij is gewoon overvol. En je mag zelf kiezen welk genre het is. Dus tot zover. Ik zie jullie bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!